Het Korps Politie Suriname heeft het vanaf afgelopen woensdag 23 augustus heel druk gehad met verschillende gevallen met dodelijke afloop. Milton Kensmil, woordvoerder van het korps, zei in een gesprek met onze redactie dat het geen goede week was. Het gaat bij deze allemaal om mannen die het leven hebben gelaten. Kensmil geeft aan dat deze zaken heel zorgwekkend zijn voor het korps. De politie probeert zo goed en zo kwaad als het kan veel inspanningen te plegen om de samenleving veilig te houden. Het is zorgwekkend. Vooral het zinloos geweld. Mensen, om wat voor reden dan ook, zijn onverdraagzaam tegenwoordig. Mensen beelden zich onnodige situaties voor. Onnodig felle reacties krijg je tegenwoordig. Ja, je vraagt je gemoeden af, waar kan het aan liggen? Er is een oorzaak. En die oorzaak, daar zullen alle partijen de koppen bijeen moeten steken. Alle partijen die ergens hulp kunnen bieden. Ja, of het nou op het geestelijk vlak is. De politie die pleegt al zoveel inspanningen om middels informatie, middels welke vorm van inlichtingen dan ook, om mensen op andere gedachten te brengen. De woordvoerder zegt verder dat er hard aan gewerkt wordt om via voorlichting de samenleving gerust te stellen. Kensmil en de rest van het korps zijn wat ongerust dat vele mensen zich onveilig voelen en dat zich misschien daarom verschillende ongevallen voordoen. Ja, ik weet niet waarvoor het nodig is dat mensen zelfs uit huis gaan, bewapend uit huis gaan. Wat kan zo de reden zijn? Ja, dat mensen bewapend uit huis gaan, bewapend met een mes, ergens een vuistwapen vinden en in plaats van dat ding in te leveren bij de politie, ja, dat men gaat pronken ermee. Als je niet gerechtigd bent met het vuistwapen over straat te gaan, niet gerechtigd middels een vergunning of middels een machtiging, lever dat ding in. Je mag het niet in je bezit hebben. Ja. Mensen vaak na zonder komt berouw. Ik denk dat delen van ze nu wel zullen nadenken en tot zichzelf zullen komen. Want eenmaal aangehouden, ik weet niet wanneer, wat de rechter zal bepalen voor al deze gasten. Ik weet het niet. De onderzoeken naar de recente gevallen zijn nog gaande, terwijl er ook nog enkele verdachten voortvluchtig zijn, gaf Kensmil aan.